allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje. Ik heb vandaag weer een bullet journal filmpje voor jullie, want het is bijna mei en dat betekent dat mijn bullet journal voor mei alvast klaar is. Ik wil jullie graag laten zien hoe ik mijn bullet journal voor mei heb ingepland en ja, laten we maar gewoon beginnen. Dit is de eerste pagina na april. Dit hebben jullie in het vorige filmpje al kort kunnen zien. Ik heb hier eigenlijk helemaal niets aan veranderd. Ik heb hier een washi sheet geplakt met een stickertje erop. Hier heb ik gewoon hallo mei opgeschreven. En hier heb ik dezelfde washi tape nog even terug laten komen. Zodat het een beetje één geheel is. Als ik dan de bladzijde omsla, heb ik eerst mijn maandoverzicht. En ik zelf vind dit wel heel erg handig in mijn bullet journal. Want zo kan ik precies zien welke datum op welke dag valt. Dus ja, dit heb ik gewoon heel simpel gedaan. Ik heb hier rub-on stickers gebruikt. Dit is ook zo'n stickertje daarvan. Verder gewoon heel simpel. En dan heb ik op de volgende bladzijde mijn mood tracker. Dit keer heb ik gekozen voor hartjes en goudtinten. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Ja, een keer gewoon iets simpelers. Vorige keer had ik een hele tekening. En ja, ik vind dit op zich ook wel een keer leuk om te proberen. Ik heb alle dagen erin verwerkt. En ik heb met verschillende kleurtjes ja, verschillende soorten emoties aangegeven. En die ga ik er dan in verwerken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit aan het eind van de maand eruit ziet. Als ik dan de pagina weer omsla, kom ik bij mijn weekoverzicht. En begin gewoon op de eerste dag van de maand. En dat is toevallig op een dinsdag. Dus ik heb hier iets anders mijn weekplanning ingedeeld. Omdat ik niet heel erg veel ruimte nodig heb, heb ik gewoon alle dagen van de hele week op één pagina. En op de andere kant heb ik mijn I did lijstje. Ik wil namelijk gewoon net zoals vorige maand bijhouden hoeveel ik heb gedronken, geslapen en gelopen. Dan kan ik voor mezelf zien wat de mindere dagen waren en welke dagen goed waren. En dan kan ik ook een beetje kijken welke dagen overheersen. Dus ja, ik heb gewoon heel simpel een lijstje gemaakt met deze drie puntjes. En dan de dagen van deze eerste week. Verder heb ik de pagina een beetje opgeleukt met een stickertje van een vogel. En hier heb ik een bloemetje. Als je dan de week omsla, dan heb je dezelfde soort planning, maar dan voor de week erna. En hier heb ik maar één stickertje gebruikt. Gewoon een bloemetje, heel simpel. Dan die week daarna ook weer gewoon dezelfde indeling. Ook hier heb ik een bloemetje. Je kunt wel zien dat ik op de kop werk. De ene keer heb ik de weekoverzicht aan deze kant, de andere keer aan die kant. En vice versa. Ja, ik vind het zelf gewoon wel leuk om een beetje speels met mijn bullet journal om te gaan. En niet alles stipt hetzelfde. Dan de laatste. De ene laatste week. ja, hier heb ik ook weer gewoon één stickertje. Heel simpel. En dan deze. Dit is de laatste week van de maand. En hier heb ik een stickertje met good luck. Dus goed geluk. En verder heb ik op de volgende pagina een quote neergezet met een grotere sticker. Gewoon een beetje vrolijkheid in de bullet journal brengen. Dan heb ik op deze pagina One Line a Day. Ik vind het echt een hele leuke manier om een soort dagboekje bij te houden. Maar dan gewoon heel simpel. Dus ik heb hier genummerd van 1 tot 25. Het zijn niet alle dagen van de maand. Maar omdat ik het soms wel eens vergeet, vind ik 25 lijntjes op zich wel genoeg. Als ik dan weer omsla, heb ik een pagina What Makes Me Happy. En dan heb ik hier een stickertje met Dream. En ik wil op deze pagina de hele maand bijhouden wat mij gelukkig of blij maakt. En ja, het lijkt me wel een keer leuk om dit uit te proberen. Ik heb de pagina een beetje opgeleukt met wat kleur. Ik heb zelf blaadjes getekend met bloemetjes hier aan de bovenkant. En voor de rest heb ik een rondje gemaakt. Verder heel simpel. En deze pagina hoop ik de hele maand te vullen met leuke dingen. Als ik dan weer een pagina omsla, heb ik mijn workout plan. Ik vind het zelf heel erg fijn om bij te houden of ik die dag heb gesport of niet. En ja, als ik dat bijhoud op een hele pagina,
vind ik het wel overzichtelijk. Want dan kan ik precies zien wanneer ik wel of niet heb gesport. En of ik ja, me een beetje aan de planning hou. Mijn workout verschilt echt per dag. Omdat ik per dag niet echt goed kan plannen hoeveel last ik ergens van heb. Dus ik houd het heel simpel. Als ik dan de pagina ernaast bekijk, heb ik things I have to do this month. Dat mij natuurlijk best wel een maand is waarin je dingen gaat voorbereiden, dacht ik dat het wel leuk was om een pagina te maken met dingen die ik moet doen en moet voorbereiden voor de komende maanden. En ik heb alvast eentje bijgetekend, namelijk het opzetten van de vouwwagen. Ik heb geprobeerd mijn in elkaar geklopte vouwwagen te tekenen. En ja, die ga ik deze maand opzetten. Want we hebben hem allemaal op elkaar gehaald en ligt allemaal opgevouwen en zo. En ik hoop deze pagina ook nog wat voller te krijgen met dingen die ik moet doen voor de komende maanden. Als ik dan weer omsla, dan was dit mijn maandplanning voor mei. En ja, ik ben heel erg blij met deze indeling. Ik vind het wel echt leuk om te werken met stickertjes en een keer gewoon wat anders. Ik weet nog niet of ik dit wel heel praktisch vind. Maar ja, daar ga ik gewoon achter komen. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Doei doei!